De wijk Overvecht kent wel 50 prachtige kunstwerken. Een van die kunstwerken is van een zeer bekende Utrechtse kunstenaar Theo van der Vathorst. En we krijgen daarvoor een prachtige uitleg van een door en door Overvechtse dame. René Kuipers. Ik woon 40 jaar ongeveer in Overvecht. Met veel plezier overigens. Kun je misschien kort het verhaal vertellen van de keizer en de nachtegaal? Ja, dat kan ik. En ook de reden waarom hij de keizer gekozen heeft voor deze stek. Want de straten hieromheen dragen namen van verre Oosterse plaatsen. Peking, Pagode, Shanghai. Het verhaal is als volgt. De keizer van China had een nachtegaal die prachtig zong. En die kon de keizer, die erg chagrijnig is, zie je ook een beetje aan zijn strenge blik, kon opbeuren en opvrolijken. Op een dag kreeg de keizer een mechanische vogel met edelstenen bezet. Dat vond hij vele malen mooier. En koos daarvoor en stuurde de echte nachtegaal weg. Maar het mechanische en het prachtige, het mechaniek gaat kapot. De keizer wordt ziek, want niemand zingt meer mooi voor hem. Toevallig komt de echte nachtegaal terug. De keizer geneest en uit dankbaarheid maakt hij de nachtegaal tot zijn adviseur. Theo van der Vathorst heeft voor de afmeting 1,20 meter gekozen. Hij heeft een heel strak beeld gemaakt en heeft geabstraheerd van allerlei Oosterse tirlantijnen. Het kleed, zien jullie, is heel eenvoudig gehouden. Het enige waar je het Oosterse aan herkent is natuurlijk de gelaatstrekken van de keizer en het hoofddeksel. De nachtegaal heeft hij iets groter gemaakt in de verhoudingen, want anders zou hij helemaal niet tot zijn recht komen. Je ziet ook de dikke buik van de keizer, dat laat zijn waardigheid zien, maar ook de weelde. En daarom past het zo goed in Overvecht. Overvecht, eenvoudige, maar weelderige wijk, mooi breed opgezet, veel groen. Eigenlijk een hele mooie buurt om te wonen. Wij kennen de kunstenaar heel goed en ik heb, om dit te illustreren heb ik nog helemaal iets heel erg grappigs. Een beeldje gemaakt door Van der Vathorst, maar Matthijs van der Vathorst, zijn zoontje die het ons cadeau gaf, min of meer simultaan toen dit beeld geplaatst werd en toen wij in Overvecht kwamen wonen. Zo oud is dit beeldje, we koesteren het zeer. De kleine keizer van China. Vandaar ook dat het een warme plek in ons hart heeft. Dit beeld past prima in deze wijk. En ook het verhaal rondom het beeld past in de wijk. Wij praten hier over een vogelaarwijk. Het moet uit de mensen van de wijk zelf komen. Dat is het prachtige en dat is het ware. En dat heeft de keizer herkend aan het eind. Als jij iets aan deze wijk mocht verbeteren. Eén punt. Wat zou dat dan zijn? Veiligheid. Veiligheid. En minder hard verkeer. Minder snel. Heb je nog een bijzondere wens voor de kijkers thuis? Nou, ik wens iedereen dat die gewoon net zo blij is en Overvecht als ik. En daar zelf ook mede misschien voor zorgt. En gewoon ook het mooie van Overvecht ziet en ervan genieten kan.